Davids Droogstoppel, makelaar in koffie en wonend aan de Lauriergracht nummer 37, heeft koffie gekocht ter waarde van 100.000 euro. Deze partij kan hij pas over 3 maanden aan de man brengen. Op de termijnmarkt bedraagt de prijs voor levering van dezelfde hoeveelheid koffie nu 115.000 euro. De koffieprijs is en blijft echter afhankelijk van de oogst, dus Bataafs kan nooit zeker zijn van de werkelijke prijs over 3 maanden. Wat er ook gebeurt, hij wil zijn winst veiligstellen en gaat over tot een hedgingoperatie op de termijnmarkt. Hoe werkt dat dan? Hij verkoopt nu zijn koffie op termijn tegen de geldende termijnmarktprijs, namelijk 115.000 euro. Er wordt een termijncontract opgesteld. Dit noemen wij een future. Er kunnen nu 3 dingen gebeuren. De partij koffie is over 3 maanden 115.000 euro waard tegen de dan geldende futureprijs. Bataafs Droogstoppel verkocht zijn termijncontract voor 115.000 euro en kan deze dus weer terugkopen voor 115.000 euro. De aankoopprijs van de koffie was 100.000 euro en hij verkoopt de koffie voor 115.000 euro, dus de winst is 15.000 euro. De partij koffie is over 3 maanden 130.000 euro waard tegen de dan geldende futureprijs. Bataafs moet dan het contract terugkopen voor 130.000 euro, dus een verlies van 15.000 euro. Maar hij kan die koffie ook voor 130.000 euro verkopen en de aankoopprijs was 100.000 euro. Hij maakt dan een winst van 30.000 euro. En na verrekenen van het verlies van 15.000 euro is de winst weer 15.000 euro. Na 3 maanden is de futureprijs voor die koffie 100.000 euro. Bataafs boekt dan een winst van 15.000 euro bij de terugkoop van de future. Maar de koffie verkoopt hij voor dezelfde prijs als die hem aangekocht heeft. Dus hier geen winst of verlies. En weer heeft Bataafs een positief saldo van 15.000 euro. Dus wat er ook gebeurt, hij is nu zeker van zijn winstmarge. Deze zal nooit lager kunnen zijn, maar ook nooit hoger.